sinds gisteren zijn we deze schip aan het volgen, Carnival Freedom. De schip was in Curaçao en dan hebben ze geconstateerd actieve casus van COVID. Maar in de trant van de hele dag gisteren hebben we ook extra communicatie gehad met het schip. En het schip had meer personen aan boord gekregen met COVID. Dus publieke gezondheid, heel netjes, heeft heel hard gewerkt met de dokters aan boord. Om te kijken wat is de dagrate van positief. En ook wat is de percentage van mensen aan boord met actieve casus. Beide waren hoog, of aan de hogere kant voor Bonaire dan. En PG heeft dan besloten om een advies te schrijven voor de gezag en de overheid. Om te zeggen dat de schip zou kunnen aanmeren, maar de personen mogen niet aan wal. Dit is gewoon Bonaire te beschermen vanuit de perspectief van de cruise. Momenteel is er heel veel crews die actief zijn met COVID, maar we weten nooit hoe het gaat omdraaien naar de passagiers en dan de passagiers op land. Dus hebben we dan besloten met z'n allen dat ze komen niet aan wal. Wij als haven hebben we de kapitein dan gezegd graag gewoon op drift blijven, gewoon buiten. Buiten blijven willen we ook niet dat onze loods in die situatie zou komen. Als hij iets heeft, een emergency, dan mag hij wel aan de wal. Maar nu is het schip gewoon daar aan het kijken hoe gaan ze verder. Als ze naar Aruba zou gaan of terug naar hun homeport of Miami. Met de cruiseschepen hebben jullie toch echt een duidelijke afspraak? Hè? Ja, we hebben een protocol. Elke schip, elke cruiselijn heeft een protocol. We hebben dit protocol ook begin van het jaar bij de cruiseseizoen overgehad. Een van de protocollen is dat als 1% van de gasten positief is, is de cruise tot einde gekomen en gaan ze terug naar homeport. Maar momenteel is het inderdaad heel veel crew. Maar dus daarom hebben ze het gedacht, we kunnen nog steeds komen. Maar we zien het anders. We zien het meer van crew kan gewoon heel snel de COVID naar passagiers laten gaan. En dus wij nemen dan de beslissing dat het is beter als ze gewoon buiten blijft. Dus het is nu boven de 2%. En voor Bonaire vinden we dat toch aan de hoge kant.